Bij Shinky Knecht denk je niet meer alleen aan die onverzettelijke kop met de zwarte baard. Aan die waaghals die de punten van zijn schaatsen zo onverwacht in een gaatje kan priemen. Nee, Shinky is nu ook de man die thuis in brand stond toen hij de houtkachel aanstak en een flesje tinnervlam vatte. Een shorttrekker in de fik. Maar Shinky heeft zijn humor behouden. Nog voordat een gast in zijn huis iets heeft kunnen vragen over de geleden ellende, zegt hij: zal ik anders de open haard even aansteken? Droge humor haalt de kou uit de lucht. Vertel Shinky niets meer over brandwonden. Hij weet er alles van. In het ziekenhuis sneden ze stukken goede huid los van zijn bovenbenen. Ze werden door een soort pastamachine gedraaid om ze breder en langer te maken. En die goede stukken huid moesten dan groeien op verbrande plekken. Een lappendeken van vlees, dat was Shinky. De specialisten zeiden: Shinky, jij gaat gewoon weer kunnen schaatsen, hoor. En verdomd, hij gaat naar de Spelen. Huid is dun. Een vliesje over het kwetsbare leven. Na jaren van herstel is het nu of nooit. En laat dat nou zijn waar Shinky zo goed in is. Met bravoure heel hard rondjes schaatsen. Dat wordt vuur op ijs in Peking.